Yo, mensen van de YouTubers, en welkom weer in History Park voor de volgende aflevering hier. En Jonas is weer aan het kloten met die buigen, want dat is het enige waar dat hem goed in is. Welkom mensen van het kanaal YouTubers. Wow! Ja, en op dit moment staan we hier in de Main Street. En hier zijn we dus voor het nieuwe gebied. 1008. Ja, dat is duidelijk, hè, dus dat hier hangt. Want als hier een nieuw gebied komt, mensen, dan komt hier een andere poort. En dan loop je hier een gebied binnen. En vervolgens kun je dan eventueel kiezen voor hier. Want, dan gaan we in 1008. Ja, dat hier, ja. Ja, bang. Die pilaren moeten niet opletten. Dat zijn gewoon testen. Dat is van Jens en Kaal gedoe. Ja, die kan ik kopiëren dan. Maar dit is dan we gaan binnen. De poort, die hebben jullie al gezien. 1008 staat hier nogmaals. En dit is de eerste blik. Arabisch. En voor uw informatie, mensen. 1008. Ja, stop maar. 1008 is geen waar gebeurd verhaal. Allee, tijd. Het heeft niet echt te maken met geschiedenis. Het is gewoon een mooi thema. 1008, mensen, dat zijn gewoon sprookjes, verhalen. Die zich afspelen. Sommige spelen zich af in de middeleeuwen, sommige van voor Christus, dus hij heeft niet echt een vaste tijd ook niet. Maar het is gewoon mooi hier, het staat er mooi hier, het is al een mooi begin hier. En ik heb ook bordjes in het park neergezet, wat dat doet, ja, wegwijzers. Dus dat zegt dan waar de attracties zich bevinden. Dan hebben we hier de stoomtrein en rechtdoor is de Aladdin Tower. De eerste attracties staan al in het menu. De stoomtrein, want het hoofdstation dat bevindt zich hier. Ga je die laten zien of wat? Ja, dat kunnen we wel showen. Nou, niet de trein, hè. De trein staat al in het station, dus. Ja, oversteekplaats, dat hier gaat nog een beetje vernieuwd worden. Allee, vernieuwd. Ja. Hier hebben we het terrasje. En hierachter dat groene, ik ga de achtbaan ronddraaien voor een stuk. De bobsled. Ja. Voor de mensen die niet weten wat een bobsled is. Dat is het tegenovergestelde van een bobhoer. Die gaat zo. Ja, nee, serieus mensen. Een bobsled, dat is een kruising tussen wilde muizen, zoals Speedy Bob, en een gewone achtbaan. Alleen, het enige verschil is dat zijn moderne achtbanen. Die worden gebouwd door Gerslauer normaal. En wilde muizen door Mac. En die zijn soepel en wilde muizen die zijn vreselijk. Ja. Maar het heeft wel zo van die korte bochten, maar die zijn alleen. Jo, nog niet kijken, Jens. Comfortabel. Ja, de trein staat al binnen, jong. Ja, hier is het stoomtreinstation, het hoofdstation. De trein staat er al in, hè, dus. Goed, dan gaan we even doorkijken. Kijk, dit deel is al klaar. Nou, daar komen nog de wc's en dan is het aan de overkant te doen. Met een brugje, en dan komen daar de twee andere attracties. Nog wat huizen, souvenirwinkel. Maar dit is dus wat er al staat. En dat het soeprestaurant. Ja, het soeprestaurant. Ziet er goed uit, jongen. Hier heb je verschillende soepen. Ja. Tomaat. Lekker zuipen. Blue soep. Brood dat je... Prijzen zien. En nog brood. Brood dat je erbij... Prijzen heb ik erbij schuiven. Fris. Hier nog wat zuipsel, ja. Zuipen. Ja, er staat water. Gezellige tent, veel ingangen. Bij de Sprite staat water, maar ik vind geen Sprite als het. Dus, dat drie ingangen, jongen. Sprite ziet er toch hetzelfde uit als Bruis Walter, dus zo. Ja, dat is waar. Verder, mensen, gaan we hier voort. Trapje naar boven. En dan komen we bij de eerste attractie. En die is gereed, maar... Blijkbaar gaan we dus... wachten tot het allerlaatste moment, dus als alles klaar is, voordat we die openen, want op dit moment kijk je dus... Hij gaat die al doen, dus niet kijken, hij gaat die al doen. Je kijkt grotendeels op gewoon gras. Dus we maken eerst alle gebieden af en dan openen we hem. Ja. Geen groot gebied, maar jongen, Jonas, je moet stoppen met grote gebieden te willen, want dat maakt het park te gigantisch. We krijgen 11 gebieden, ja. Dat maakt het park in totaal groot genoeg. Zijn, hè.
verder dus heb ik hier al de namen opgeschreven van de bobsled. Die gaat Sinbad noemen. Dat is, ja, Sinbad is eigenlijk de hoofdrol. Ik heb mijn eigen dubbel man. Ja. Ja. De naam van de bobsled is dus Sinbad. Sinbad is de hoofdrol van 1001 Nacht. De madhouse wordt Jin Palas. Jin is een Arabische geest. Ja, je kent het idee, dus de geest laat het kamerke ronddraaien. Een onzichtbaar iets die mensen kan besturen. Staat er op Wikipedia, dus dan veranderen we dat nu naar. Het kan gebouwen besturen. En de uitkijktoren is dan de Aladdin Tower. En die staat er dus al. Meer dan dat is het nog niet. Puis. Ja, we zullen nog één video maken voordat we de opening doen. Dat wordt ook gewoon één video, deze opening. Ja, kijk, dat zit al in de uitkijktoren. Dus je moet niet liggen loeren, want die uitkijktoren zit erin. Want we hebben het één keer... Maar gaan we die eigenlijk doen in een video uitkijktoren? Waarom niet? Ah ja, jij zegt toch, we gaan die pas open doen als er meer te zien is in het park. Ja, we kunnen die al wel eerder open doen, want dan zie je alleen maar Flat World. Dus we gaan hem doen in een video, maar voor het volk is die, blijft die dicht, of wat? Ja, waarschijnlijk wel. Ja, oké. Okay. Vind je het een heel mooi gebied al? Het is te vergelijken met oud nabij huis, dezelfde ja, type, maar ja, wel de gedachte is altijd sandstone. En het verschil is dan die torens bovenop de daken. Dat is het verschil zo'n beetje. Het is een uitkijktoren, jongen, geen freefall toren. Dus na de wc's kunnen we beginnen met de andere kant hier, mijn brugje. Ik ga hier, ja, hier moet ik nog echt iets zetten, want die trein die rijdt hier in een lelijk stuk. We zijn ook bekend klaar voor de opening, mensen. Dat had normaal vandaag moeten zijn, had ik gezegd, maar vergeet het. Ja, Jens, ik moet dat alle dingen in orde zijn, Jens. Ik wil geen klagen, dus mensen die zagen over Crevenger. Ja, want dat is het probleem geweest vroeger. Altijd Crevenger dit, Crevenger dat, Crevenger van hier, Crevenger van daar. Ja, ik zit er gewoon een beetje rond te lopen. Maar... Klein gebied, maar leuk. Maar ik ga gebieden niet meer zo groot maken, man. Dus... Ja, maar... Eén gebied is wel echt klein, man, en dat is... Allemaal bij Oosten is alles te dicht op elkaar. Ja, maar dat is door die dark ride, hè, dat zo klein is. Als je die dark ride niet meetelt, ja, tuurlijk is het dan klein. Maar nee, het gebied waar je kunt lopen, dat is... Ik wil wat plek hebben. Nee, te veel plek, dan mag alles kaal. Kijk, Eagle, kijk hier bijvoorbeeld... Dit, hier, dat lijkt niet op een doorgang, omdat het hier zo dun is. Zie je dat? Dat kunnen ze toch zien, zeker? Ja, en hier wil ik ook nog een murken naast, hè, Jens? Dat komt toch nog, hè? Ja, maar hier een murkje. Ja, een klein murkje dat je op de stoomtrein kunt zien, een brugje hier. Voilà. Dat zijn dingen die Jens biedt, kan aan beginnen. Typisch. Je kijkt nu, Middeleeuwen is een groot gebied. Er staan drie grote attracties. Dus, en Prehistorie staat een grote Rapid. Dus Het ligt eraan welke attracties er komen, hoe groter het gebied wordt. En er komen... Nu de Regipack werkt en alles, gaan we toch proberen iets van models te regelen, dus no worries about that. Ja, van die gasten hebben we niks meer gehoord die het zou regelen. Nee, maar ik ga les vragen. Ik ga zeggen dat hij mij uitlegt hoe dat moet, dan kan ik het zelf ook. Alleen ben ik niet zo goed in ontwerpen en bouwen. Dat is geen goede gedachte, gaat het. Maar ik heb al veel gebouwd in de server en alles is goed gekomen, hè. Ja, kijk aan het Parco Junior. Ja, dat is een ramp, joh. Ja, dan zit de gaten te maken, moet ik je helpen. Van, hoe moet het eruit zien? Wat nu? Jij komt hier ook nog iets. Oh nee, dat is gewoon... Dat lijkt zo'n doorgang, precies. Dat is gewoon een heining. Ja, misschien kan ik hier... Nee, man. Wat wou je daar maken, Droes? Misschien een ingang naar een ander gebied, maar ja, dan kun je ook gewoon naar hier gaan, hè. Dus ik weet niet wat dat hier nog kan komen. Ja, dat valt allemaal nog af te wachten. We kunnen nu ook bijvoorbeeld
Allee, we kunnen van alles doen met een eigen Razorback, Jens. Dus dat zijn voordelen die we hebben. Oké, muziek, vul. Dan wordt de Fata Morgana muziek, hier komt. Aladdin Tower wil ik ook aparte muziek hebben, maar... Ja, de vraag is, ga ik muziek horen in de car, want dat is miserie van hier en van... Nee, we gaan dat regelen, we gaan dat regelen. Regelen? Je kunt het regelen. Ja, dat kan. Dat kunnen we regelen. Dat kunnen we bij de kopjes ook. Dat ga ik ook bij de kopjes doen, trouwens. Ja, en bij Excalibur. Nee, daar niet. Jawel, jong. Nee, dat gaat niet zo. Jawel, man. Dat komt ervan als u attractie door uw gebied loopt. Dat is mooi. Ja, dan heb je ook problemen met audio. En Excalibur is een kutattractie, dus we houden... Nee, man. Niet, ja. Nee. Je kan in een stoomtrein zitten. Excalibur is fucked up leuk. En nu omdat je muziek hoort in de Excalibur van het gebied, ja, dat verpest de rit natuurlijk weer. Dus mocht het zuiver open zijn, mensen, Jonas heeft het nog altijd niet gefixt, ja, dan weet hoe het komt. Mislukte rit Excalibur. En dan komt hem weer af van, ik stel voor dat we hem slopen. En maakt hem weer ballen van TNT. Jens, we zitten in. Ik en Jeffy zitten in de stoomtrein. En ja hoor, er zijn weer zaken die te laag tegen de grond zijn. Dat ga Jens nog allemaal regelen, want hij had niet verwacht dat de stoomtrein zo hoog ging zijn, precies. Ik had niet verwacht dat je dat model ging gebruiken, ja. Omdat je zei dat je het lelijk vond. Nee. Nee, dat heb je wel gezegd. Je hebt als voorbeeld opgezet en dan zei ik van, ja, kunnen we prima gebruiken als stoomtrein. Nee, dat is lelijk. Yo, ik zit er met hem in nu, dat is cool. Oké, de stoomtrein die gaat langzaam door, want dat is ook voor het listen. Zoals het listengebied in bouw is, dan zal de baan ongeveer compleet zijn, dus dan kan hem open. Maar ja, dat kan nog lang duren, alleen lang. Ja, de stoomtrein gaat voor het laatst zijn. Hè? We gaan er een paar hebben, want hoe groter het gebied, hoe meer treinen we kunnen zetten. Hè? Want kijk nu... zoveel school gaan we niet meer hebben, hè. En dan is het zomerverlof. Allee, als we geen stage hebben in de zomer, want dat kan altijd, dat ze dat regelen. Dus dan hebben we nog 2 maanden extra om hard te werken. Dus, wie weet hoe ver staan we dan in september. Want we zijn nu, mensen, exact 2 maanden bezig. En hoe ver staan we? Ik ben nu al in het 5e gebied bezig. Van de 11. Dus als we nog eens... Dus voor september is het nog 4 maanden. Dus mocht het geen school meer zijn of heel weinig, dan zijn we gewoon in september gereed met het park. En dan is het gedaan met bouwen voor eens en altijd. Oh nee, er komt nog een waterpark uit Snoel. Oh ja, juist. Dat worden making-offs. Maar als dat gereed is, dan ja... Dan is het eigenlijk afgelopen, eigenlijk. Dan maken we geen video's niet meer op de server. En ja, dan kan ik dus ook niet meer bouwen, eigenlijk. Dus. Jongen, we maken een nieuw pretpark dan. Dat is al het 4e dan, hè. We noemen het Future Park. Nee, wat zeg ik? Het 5e park. Park Flying Eagle, Red Deer Woods. Ja, Red Deer Woods, dat is weg. Dat was al die bug dat we dat probeerden. Ja, Eagle Homo. Studio's ook voor een deel. Maar ja, we gaan nu hier stoppen, want anders wordt het weer te lang. Tot de volgende video en ciao. Later!